Welkom bij een nieuwe Piepshow. En um, vandaag niet al te veel CMA nieuws. CMA. Niet. Nee, geen nee. CMA nieuws. Even geen Microsoft Sony uh, gezeikes. Nee, Klanes. nee. We hoeven, dit keer uh, blijft de PlayStation redelijk droog. Uh, oh. Qua pissen. Um, maar wat wel interessant is, is. Um, er is een. Ja, de, de, de jaarcijfers zijn bekendgemaakt van Microsoft. Ja, dat is gigantisch. Ik heb dat document. Hier, dit is het document, eigenlijk. Ik dacht, ik ga, ik ga het gewoon eens lezen. Maar dit is eigenlijk gewoon wat de aandeelhouders krijgen. En dat, dat gaat dan echt. Het is echt fucking honderd pagina's. Het is natuurlijk ook een gigantisch bedrijf. Ja, over, over de verantwoording. Dus dit is de directie. En, en zij krijgen zoveel aandelen erbij. En dit is hun beloning. Want dat is, hebben ze gehaald. En in een ja. hele paragraaf ook aan inclusiviteit. Tuurlijk. Dat het fucking goed gaat, et cetera, et cetera. Er zat één ding opvallend bij rond deze man. Dit is namelijk Satya Nadella. En uh, dit ja. soort jongens die verdienen natuurlijk een, uh, sowieso al een basissalaris... waar wij alleen maar kunnen dromen. Maar het is heel erg bonus gereguleerd. Haal jij jouw doelstellingen... Dan loopt deze man gigantisch binnen. Ja. Haal je doelstellingen niet. Uh, dan loopt hij ietsje minder hard binnen. Ja. En daar zit één interessant uh, gegeven bij. Namelijk uh, dat nu uh, voor het tweede jaar op rij uh, Microsoft de Xbox Game Pass groeitargets niet heeft gehaald. En het is ook niet zo'n klein beetje niet. Want hier staat het: um, ze hadden 73% groei. Ge, 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 hoe noem je dat dan? Ge, vo, ja, ja dat was de, 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 de target. target. Ja. En ze hebben 28% gehaald. En het jaar daarvoor 48% was de bedoeling. En hebben ze 38%. Um... Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het nog steeds heel goed. Maar ik vind ja. het eigenlijk opvallend uh, dat, die, dat die targets zo hoog zijn. Ja. Maar dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat zij hebben gezegd: we willen 2 miljard gamers. Ja, nee, zeker. Dus die, 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 die eind. En hoe kom je daar vanaf je 25 miljoen stuks die ze hebben? Ja. Door gewoon dit soort. Krankzinnige groeidoelstellingen neer te leggen ja. die gewoon onhaalbaar zijn. En dat is um, uh, ja, dat, dat hebben we natuurlijk altijd gezegd. Er is gewoon een groot probleem met Game Pass en dat is het businessmodel. Mm -hmm. En dat, uh, dat is zo gefocust op op, op die krankzinnige groei. Ja. Um, ja, weet je, ik denk je eerlijk gezegd dat. Kijk, Microsoft heeft diepe zakken, dus het maakt allemaal niet zo heel veel uit, denk ik dan. Ik weet het niet. Nee. Um, maar dit is nou precies waarom Sony uh, hun vingers hier niet aan gaan branden, omdat je, je moet. Het is echt een, een bodemloze geldput. Denk De ik. Ja, absoluut. Ja, uh, uh, het is een beetje, ook een beetje een soort van tegenstrijdigheid dat Phil Spencer die gaf. Volgens mij een aantal dagen voordat dit bekend werd, een interview aan de Wall Street Journal. Dat was een soort van een stream. Dat kostte 4000 dollar om te kijken. Dat is dan, dan. Hele prominente mensen worden dan geïnterviewd, weet ik allemaal wat. En daarin zei hij van: uh, We zijn profitable. Uh, het maakt ongeveer 15% van de totale inkomsten van de game-divisie. Uh, is, is Game Pass. En dat zal het de komende tijd ook zijn. Hij zei ook al van: Voorlopig sleutel er niet aan. Uh, de prijs van console, games, uh, Game Pass, maar ik, ik ga je niet beloven dat dat nooit gaat gebeuren. Ja, de. Ja. Um, en hij zei ook van um, de groei op console gaat heel erg traag. En dan geeft hij als verklaring we hebben iedereen wel getarget die een console heeft. Dus daar zit weinig groei. En PC, dat gaat wel heel erg snel. Dat gaat sneller dan verwacht. Ja, ik snap dat daar ook nog veel winst te behalen mm -hmm. valt. Omdat Game Pass op PC ook voor PC gamers een nieuwe propositie is. Ja. En ik denk dat ja, weet je, console gamers die ook een PC hebben. Die zijn overtuigd van Game Pass geraakt. En die moeten dat gospel dan gaan verspreiden. Ja. Uh, maar ik denk wel. Um uh, dat de PC gamer een ander soort gamer is. Mm -hmm. Dus de console gamer speelt veel verschillende dingen. Ja. En ik denk dat een PC gamer uh, soms wel hele game PCs bouwt voor één specifieke game of dat voor kunnen. één genre. Ik bijvoorbeeld. Ik ja. ken ook mensen die in van die hardcore RTS games zijn, mm -hmm. weet je. Of uh, uh, Ruben bijvoorbeeld bij ons kantoor die, uh, die wilde die um, uh, uh, hoe heet het van die van die, van die Napoleon tijdperk ja? Uh, ja. first person shooters waar je <laughs> bereid staat die, die echt je geweer moet laden en een pang en dan, dat was het. En Dat soort shit dat ik denk van ja mensen bouwen PCs voor specifieke games en blijven ja. dat dan ook volgens heel lang spelen. Dus ik weet niet of Game Pass daar heel erg werkt, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je het is vrij makkelijk om even te checken mm -hmm. en dat dat is misschien wel leuk daaraan. Weet ja je? dat uh, dat werkt. wel. Nou, je, je, we hebben natuurlijk ook al vaker uh, verteld dat uh, <coughs> nu PlayStation games ook naar de PC komen. Xbox games al op de PC zijn dan heb je nog eens een keer de Steam Catalog, catalog. Uh, dat PC misschien wel het beste platform is als je eigenlijk zoveel mogelijk aanbod wil hebben. Ja, dus ik denk dat veel mensen daarop instappen, maar ik vind, ik vind Game Pass op PC te weinig aanbod hebben voor wat er op PC allemaal gebeurt. Nee, daar, daar heb je wel een probleem. Heb je een, een goede, want dat is eigenlijk ook de conclusie die veel niet trekt. En die Seidel, hij heeft er überhaupt niks over gezegd. Ik uh, uh, bedoel, ja, bedoel, hij gaat het natuurlijk nooit echt in de portemonnee voelen. Maar mm -hmm. um, Game Pass is nu tof, weet je wel. We, we, we hebben het nu een paar jaar en het aanbod is groot. Maar je merkt nu, triple, die grote, onmisbare games. Dat is hetzelfde met Netflix of HBO. Als er niet een Game of Thrones is of een, 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 echt zo'n klapserie die, waar iedereen het over heeft. Dan zie je gewoon dat mensen afhaken of dat er bijna geen groei is. Gewoon om de, ja, die must plays. Dus daarom, Microsoft moet echt snel nu hun eigen games gaan brengen. Ja. En ik denk ook dat dat is waarom Activision, Blizzard en Bethesda zijn gekocht. Omdat zij donders goed snappen. Uh, we hebben de Diablos, de Starfields, um, de Call of Duty's nodig. Om, om, uh, om van Game Pass een must te maken. En het is nu geen must. Het is, het is tof. Ja, ik... ik uh, ik weet eigenlijk niet of het op PC wel een must kan zijn. Dat is eigenlijk een beetje Dat, mijn punt. Ook gevaar. Ja. Zo van op de Xbox is het een no-brainer. Weet je? Ja. Omdat er zoveel. En, wat, ja. en een Xbox is ook veel meer een familie. Uh, gericht ding als je mm -hmm. kinderen hebt bijvoorbeeld en die Xbox staat in die kamer, zit die kinderen ook op die Xbox en ja. dan is het gewoon je gaat niet 60 euro uitgeven voor een of andere weet ik wat de peppa big game of nee, zoiets, weet je maar dat zit staat allemaal op Game Pass prima weet je en ja. dan checken ze het en dat is dat is echt fijn aanbod is tof maar op pc dat is gewoon het is een andere doelgroep het is allemaal, ja. het, het is gewoon anders nee. en ik vind ook dat als ik bijvoorbeeld als, als ik kijk naar mijn eigen gebruik de games die ik speel mm -hmm. staan niet op Game Pass PC nee. uh, de games op PC die mijn kids spelen staat niet op Game Game Pass, dat ja. zijn gewoon ander soort games. Ja, ja, En ik vind ook dat je hebt op, klinkt raar, maar je hebt op PC meer genres. Zeker. En, en um, je ziet dat Game Pass heel erg is van, oké, okay, we hebben dan een real-time strategy game, een mm -hmm. realistische real-time strategy game, en we hebben een paar shooters. En we, weet je, ze hebben geprobeerd al die boxjes af te vinken. Alleen, ja. weet je, dat werkt op de Xbox wel, maar op PC gewoon niet, omdat je binnen een specifiek genre heb je er zoveel. Ja. En ze zijn ook heel vaak gewoon uh, nog actueel. weet je. Ja. Zelfs al zijn het oude games, je kunt ze nog steeds prima spelen. En ja. dat, uh, ja. Wat mij dan wel een beetje puzzelt is, uh, en wie weet doet dat Microsoft ook van feitelijk hebben ze 60 miljoen ish gebruikers, hè? Xbox One en Xbox. Even de hardcore, de, de, mm -hmm. de console-doelgroep. En daar zijn er dus maar 25, waarvan ook een deel PC is, heeft de Game Pass. Dus er zijn grosso modo 40 miljoen. Xbox One slash S slash X-series die gewoon geen Game Pass hebben. Ja, maar omdat het... Je weet, kijk, dat is wat er ooit verkocht is. Je weet ja. niet of die dingen stuk zijn. Okay. Of, of, ze, of ze gewoon ongebruikt in de kast staan. Ja. Mm -hmm. uh, Duizenden redenen te verzinnen waarom er niet actief op gespeeld wordt. Nee, nee, precies. Maar ja, omdat veel, omdat dus zegt van iedereen die we hebben kunnen targeten, die hebben getarget. Dus dan is het Maar ik, wel wil, ik, ik wil niet van zeggen, maar ik heb drie Xbox'en thuis. thuis. Ja, ja, ja. Weet je, dus <laughs> ik wil, ja, ik heb niet ik heb er ook drie twee. drie X's, Ik heb niet drie GamePads, maar dat, nee. dat ga je toch heel vaak zien. Weet je? Ja, dat, ja, uh, ja. Nou. Ik denk ook uiteindelijk dat um, als de. Maar dat is een beetje mijn mening. Als het cloud gamen, dus het gamen zonder. Dat je iets nodig hebt, dus bijvoorbeeld omdat het in je televisie, dat soort dingen. Als dat niet een snelle groei gaat beleven onder de hmm. mainstream gamers, dus eigenlijk die 2 miljard gamers. Als dat niet een soort van simpel iets voor mensen wordt, dat, 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 dat die groei niet heel snel gaat gebeuren. Want daar zit het Maar het dat gaat die... ook niet gebeuren. Ik bedoel, nou. er zijn later. De... In de wereld, ja. in, laat ik zo zeggen. In de de, we weten dat de PlayStation is erin geslaagd om 150 miljoen ja, PlayStation 4's ja, ja, ja. te verkopen. Was ja. het 150 miljoen of 120? Ja, het, het, het zit daar ergens. Volgens mij de PlayStation, PlayStation 2 was de grootste en de PlayStation 4, Ik weet het, weet ik niet zeker. Nou, maar goed, in ieder ja. geval ergens tussen de 100 en 150 miljoen. Ja. Als je dat als doel neemt, dat je zegt van oké, okay, we pakken die volledige console markt. Ja. Uh, weet je, stel je voor, neem, neem de hardcore PC gamer erbij. Neem in dat doe gek 200 miljoen ja. maximaal. Ja. Weet je, daar hebben ze nu 10% van gepakt. Ja, ja. Dat is echt niet verkeerd. Nee. Maar ja ze moeten gewoon volgens hun doelstellingen moeten ze dan al heel snel opschalen naar de 100 procent ja, ja. dat gaat gewoon niet gebeuren er zijn altijd mensen die het gewoon niet willen nee. en dat uh, uh, veel groter dan 200 miljoen gaat niet worden en 2 miljard fucking in zijn nee, dat, ja, nee, nee, dat, dat 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 lijkt me ook niet en um, het probleem voor hun is natuurlijk ook dat ze het niet kunnen inschatten want uiteindelijk kunnen ze pas inschatten straks als ze al hun aaa games ook in de markt gooien en Activision Blizzard zit erbij weet je wie het, kopen ze er nog wat bij dan weten ze echt of het gaat groeien of dat het niet. Nu is het. Ik denk dat het zeker nog kan verdubbelen, maar ik denk dat je het dan wel gehad hebt. Ja, nee, dat 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 zou best kunnen. Ik ik het. Nou, we gaan het in ieder geval volgen. In ieder geval, ja, ze hebben dat niet gehaald. Dat betekent dus dat Nadella een deel van zijn beloning niet gaat krijgen. Nee, dat is Nadella wel. Die die dit is veel Spencer krijgt een deel van zijn beloning. Nee, bij Nydella zat het er ook in. Oh ja. Ja. nou, dat zal veel Spencer. Ja, ik heb hem even gebeld. Zeg, ja, shit man, I'm going do my groceries at Aldi now, but Big, ja, big problems. Toch een paar miljoen omdat veel uh, gewoon niet, niet hard kan werken. Nee, precies. Um, we gaan het even hebben over Square Enix. Um, Square, dit bericht. dat... Ik, toen dacht ik echt van de, de gamesindustrie is echt op dit moment gewoon. Kijk, mensen denken dat wij er een gestoorde industrie van maken. Maar de industrie is echt in de war. En um, Dit is een bericht van Square Enix. Let even, klein voor, stukje voorgeschiedenis. Square Enix, aantal maanden geleden, verkocht zij de Westerse tak. Van hun business. Aan ja. uh, uh, het THQ of is ze? Ja, Embracer Groep, inderdaad. Blazer, Blazer. De, 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 de Tomb Raiders en al die dingen hebben ze er allemaal uitgeflikkerd, want uh, dat werkte allemaal niet. En nu komen ze opeens met een bericht. Um, Achieving major growth in the gaming industry is difficult now for companies that compete, compete primarily in the Jap Japanese market. Given its graying demographics. As such, it's critical for our business that we produce hit titles that speak to the global market, which offers greater scale in terms of both customers and sales. Volmis, uh, uh, blah, 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 blah. In other words, the Japanese market is no longer sufficient for achieving a level of earnings that enables us to recoup our development investments and generate a profit. En oftewel, we moeten het allemaal anders gaan doen. Ze hebben dus net hun Westerse tak verkocht. Ja. En nu zeggen ze van ja, um, ja, ja die Japanse markt is toch niet zo heel erg handig. Uh, Daar verkopen we niet zoveel meer. En uh, ja, we moeten ons toch wat meer wereldwijd doen. Komt ook nog eens een keer bij dat ze dus constant. Exclusieve deals uh, sluiten met PlayStation. Final Fantasy voorspoken twee jaar exclusief bij de PlayStation. Daarmee sluit je. Een Xbox-markt van 60 miljoen mensen ook uit, dus het is ja. Waar is dit bedrijf mee bezig? je naar nou, het uitleggen Ja, nou, er is uh, iets interessants. Jij doet een aanname hier: ja. namelijk dat je um, altijd aannames. Ja, jij hebt het over de westerse markt. Ze hebben ja. die westerse, westerse georiënteerde studio's verkocht, misschien. China. Maar zij gebruiken het woord westerse niet. ze hebben het okay. over een worldwide. Ja, ze, ja. ze een global okay. market due to an aging Japanese market. Wij hebben in het westen namelijk exact hetzelfde probleem mm -hmm. als in Japan. Japan is, loopt voorop. Is da daar is het probleem van vergrijzing veel erger. Mm -hmm. Maar we hebben dat hier ook. Weet je? Iedereen zegt of, ja, de bevolkingsgroei, de bevolkingsgroei. Bullshit. We staan aan de vooravond van een bevolkingsimplosie. Mm -hmm. Dus uh, er zijn nog maar bitter weinig stelletjes die meer dan twee kinderen krijgen. Uh, en dat is ook een van de redenen waarom je nu die, die, die dwang vanuit de politiek ziet om al die, die vluchtelingen op te nemen. Mm -hmm. Omdat ja er is straks niemand meer om het werk te doen nee. weet je? dus dat uh, we hebben gewoon te maken met vergrijzing. zij hebben het over een global uh, market nou interessant maar dat betekent uh, ze hebben dus aan hun westerse studios verkocht dus ja. dat was het blijkbaar ook niet mm -hmm. uh, en nu ja. zeggen ze iets van ja Japan is het ook niet want dat is vergrijzing dus lastig ze kunnen niet ja. eens meer winst maken zo weinig mensen kopen die games um, dus ze moeten naar een global market. Nou, wat is nou op dit ogenblik een global market? Ja. Waar heb je nog verjonging? Uh, dat is uh, uh, Afrika, uh, India. China. Um, na, China valt, valt wel mee, daar ja. hebben zij ook uh, problemen met vergrijzing. En omdat ze ooit die One Child Policy hadden, heb je daar ook. Je hebt daar echt grote problemen. Zuid-Amerika. Ja. Dus dat zijn ongeveer je opties. Dat is gewoon een mobile-only markt. Ja, okay. En helemaal in Afrika. Ja. Um, ja, God, ik heb geen idee hoe de Afrikaanse <laughs> gamesmarkt eruit ziet. Ik ja, moeten we eens een keer gaan kijken. Ja, misschien wel. Maar het, het is in ieder geval 100% mobile. Ik ja. bedoel, je hebt daar geen. Uh, uh, grote uh, Xbox en PlayStation en PC, uh, maar sterker nog internet is daar mobile only uh, ja. voor een groot gedeelte. Dus ja, ja, dat moet je op mobiel doen. En, en hoe ziet dat eruit? Geen idee. Dat moet Square Enix moet dat dan gaan uitzoeken. Nee. Ik denk, uh, ik, het zou me verbazen als niet hetzelfde ook geldt bijvoorbeeld voor India, weet je, waar mensen vast mm -hmm. wel mobieltje hebben, maar niet um, uh, gamekamers nee. met met allerlei zit okay. erin. Dus uh, ja, Square gaat als zij een global market uh, willen veroveren. Ja. Uh, ik ben benieuwd, want dat is nog nooit eerder vertoond. Dus ja. uh... Nou ja, een aantal analisten zeggen wel van... oké, okay, Square Enix zegt van... Hey, die Japanse markt is vergrijsd en, en er kan geen winst meer worden gemaakt. Nintendo bewijst natuurlijk het tegendeel op dit moment. Dat, dat, dat loopt heel erg goed. Sterker nog, Xbox verkoopt op dit moment beter dan ooit daar. Ja. Niet, niet dat ze nou zo heel veel verkopen. Uh, dus ik vind dat wel een beetje beetje een slap excuus. Ik denk eerder dat zij gewoon hun games gewoon niet meer zo tof zijn en uh, dat Japanners daar gewoon geen behoefte naar. Ik zit ook in als Genshin Impact bijvoorbeeld, wat fucking huge is. Dat is free-to-play. Um, mm -hmm. Misschien heb je ook wel gelijk dat ze... Uh, misschien, Ja, ik proef daar ook weer een beetje die soort van paniek die ook Sony, maar ook andere, Ubisoft allemaal hebben van, oh fuck, weet je wel, de global market, we moeten niet missen. We moeten dan misschien meer free-to-play of meer... Mobile en vervolgens vergeten ze hun hardcore titels en komen ze er ook achter dat die mobile market gedomineerd wordt door hele andere developers die al jarenlang dat soort shit maken. Tencent ja. heeft deze les al lang geleerd en dat kijk dat heb ik altijd met dit hè als dit soort bedrijven niet goed lopen, ja. dan krijg je volgens van dit soort persberichten. Ja. En het is heel vaak van, uh, weet je, er wordt heel erg uh, geschermd met, uh, weet je, inclusiviteit of, of uh, we, er wordt altijd weer op een einde van een nieuwe bandwagon gesprongen, weet je. We mm -hmm. hebben de tokenomics gehad en al de de NFT's en die ja. bullshit allemaal die cut games. En uiteindelijk uh, die hele industrie valt of staat bij de kwaliteit van je product. Ja. En dat is natuurlijk het probleem met, met, met al die marginale game developers. Mm -hmm. Is dat um, het, het is niet een probleem van vergrijzing is. Het is een probleem van aandacht. Ja. Weet je? ik bedoel, als jij. Uh, um, uh, al je tijd bezig bent met spelen van Fortnite of Warzone of, of een andere gratis game, ja, dan ga je geen games kopen. Dat nee. is duidelijk. En, en uh, de top zal er geen last van hebben, want mm. GTA verkoopt nog steeds. Ja. En FIFA verkoopt waarschijnlijk ook nog steeds. Maar deze marginale shit, ja. die krijgen er van langs. Een partijtje, dat is, dat, is, dat is niet vriendelijk meer. Nee. En dat, um, uh, nee. dat heeft Ubisoft exact hetzelfde. Ja. Nou ja, Square Enix is natuurlijk ook wel een, 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 een partij die al de hele tijd uh, in verband wordt met een mogelijke overname. Uh, ja, goed, je weet het ook nooit. Hè. Dit soort berichten zijn altijd natuurlijk een beetje voor de bune. Voor van uh, misschien hè, willen ze zich opstellen als iets van dat ze aantrekkelijk zijn voor een andere partij om over te nemen. Je weet het allemaal niet. Mm -hmm. uh, ik vond het opmerkelijk. Uh, ook wel heel erg eerlijk, van feitelijk van oké, okay, uh, um, het, het lukt niet wat we op dit moment doen zijn, we moeten het anders doen. Dat is natuurlijk ja. een, een um, ik, ik weet eigenlijk niet of hun, ik zal even kijken live, of hun aandeel dan ook geïmplodeerd is uh, daardoor. Square Enix? Ja, dat zal wel niet zo snel gaan. Even kijken. Over het algemeen, oh je hebt een, ja. Nee, ja. nee, nee, nee. nee. Nou, je ziet een kleine, uh, moet ik natuurlijk al even naar een maand kijken. Ja, nee, nee niet, het gaat een klein Boah. beetje omhoog. Okay. Ja, ja, nou, dus al... waarschijnlijk vinden ze het ook allemaal niet zo heavy. Uh, dit soort informatie zit natuurlijk al heel erg in de prijs. Hè. Dus ik ja. bedoel, uh, uh, ja. het is opvallend. Maar ik denk dat dit, dit, soort, dit soort koersstijgingen nu hebben meer te maken met uh, bijvoorbeeld hoe de yen uh, zich beweegt ten opzichte van de dollar en de euro. Ja. Uh, wat ook voor meer... Omzet, omzet kan zorgen voor Japanse bedrijven. Dus ja. de Jens staat onder druk. Dat betekent dat er in Japanse Jens gewoon meer winst gemaakt gaat worden. Ja. Omdat de uh, verkoop in dollar en euro's gewoon relatief meer oplevert dan Jens. Ja. Dus dat kan ook terug te zien zijn in die aandelenkoersen. Geen idee eigenlijk. Nee, nee. nou ja, die, 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 goede analyse uh, van jou. Ik zag inderdaad op social media dat heel veel mensen uh, inderdaad uh, de aankoop of de verkoop van die westerse uh, elementen, maar ook van, ja, duwt, gaat dan ook gewoon multiplatform in plaats van alles met PlayStation te doen, weet je. Dat, en dat, dat vind ik ook wel een goeie van, uh, of de deal moet waanzinnig zijn. Dus dat zou uh niet -huh. dermate veel betalen dat ze er niet onder, onder, uh, onderuit kunnen. Maar ik zat laatst bijvoorbeeld Bayonetta, heb ik dan gespeeld uh, voor de review. En daar zie je gewoon van: die game. die het kan net niet. Nog, nog net, maar eigenlijk niet meer op de Switch. Weet je. De Switch is gewoon niet krachtig genoeg daarvoor. Maar ze zitten vast aan die x deal. die ze uh, hebben uh, gedaan. Uh, ja. Dat, dat, is, dat, is, dat, is, ja, dat is weird. Uh, um, en, en dat maakt ook wel dat publishers ook moeten gaan kijken: moeten we exclusief zijn, of moeten we toch wel multiplatform zijn om onze risico's te gaan? Spreiden. Um, dit is ook wel even grappig. Um, dit is um, het aandeel uh, Meta, oftewel ja. Facebook, in elkaar geklapt. In elkaar geklapt. Ja, ik vind ik ook altijd fascinerend. Ik Als vind, een shitcoin. Uh, ja, het, het, het grappige is dat uh, 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 Home Depot is nu meer waard. En waarom <laughs> maak ze die vergelijking? Omdat um, Zuckerberg, Zuckerberg is heel erg bezig met die fucking uh, uh, hoe noem het nou, dat, dat multiversum? weet je. hij is iets aan het bouwen ah, ja, en dat ja. ziet er niet uit. En daarom maakt ze die vergelijking van: Nou, als je nou echt iets leuks wil bouwen, ga dan naar de Home Depot. De Metaverse, sorry. metaverse, ja, ja. waar ja. is deze man mee bezig? Is dat ook een beetje die uh, wat ik ook heb bij mijn uh, uh, mask? Een soort van dat zijn een soort van introverte, misschien licht autistische mensen die gewoon als ze eenmaal iets in hun kop hebben. Fuck it, dat ga ik doen. Weet je. Ik, denk, ik denk niet licht autistisch. En zeker Zuckerberg, die ja. is echt full on autistisch. Die zit gewoon maar... van: dat is wat ik wil. Daar en... is niemand thuis, als je, heb ik nee. het idee. En ik geen oordeel over autisme hoor. Want ik nee, nee, nee. Dat, het kan briljante, de meest briljante mensen uh, hebben autistische trekjes. Maar ja. uh, nee, laten we eerlijk wezen, Facebook is uh, de Hives kant op aan het gaan. Ja. Weet je, het is niet meer <laughs> cool, want je moeder zit erop. Dat, dat gevoel. Ja. En um, uh, hun laatste uh, serieuze uh, toevoeging aan het Facebook netwerk was Instagram. Instagram, weet je, mm -hmm. dat Instagram loopt volgens mij in mijn optiek beter dan Facebook ja, zelf, ja. de meer uh, adverteerders, uh, voor mijn gevoel Facebook is dood, uh, niet zozeer dat het platform niet meer gebruikt wordt maar het wordt niet gebruikt waar het voor bedoeld is dus mm -hmm. wat je ziet is dat mensen gebruiken het om, um, ik had het bijvoorbeeld van de week nog met Steven erover, weet je, die gebruikt Facebook, hij zegt, ik haat het, ik log nooit meer in, oh ja, ik gebruik het wel om uh, hij volgt hem van die auto groepen waar hij dingen verkoopt en inkoopt en inkoopten, weet ik wat en dat zie je dan wel, weet je, dat ja. mensen het specifiek voor zoiets gebruiken, maar het hele sociale aspect van Facebook. Zo van, oh, ik ben nu heel erg boos, want ik ga een, een artikeltje, dat ik in de kant heb gelezen, waar ik het niet mee eens ben, ga ik nu posten. Dan ga ik heel boos en online discussies. Wat je een aantal jaar geleden nog heel fanatiek had, dat heb je nu niet meer op Facebook. Nee. is echt klaar. En Dus ik denk dat dat klaar is. Ik denk dat die, die metaverse, dat idee, het is ronduit krankzinnig, <laughs> weet je. Ik bedoel, dat is gewoon, niemand vindt het tof. Virtual ja. reality is geflopt. Ik blijf erbij. Vanaf het begin af aan heb ik gezegd, het is een gimmick. Ja. Uh, ik heb nog altijd geen uh, games voorbij zien komen die echt de moeite waard zijn. Um, er zijn wel dingen die leuk zijn, gewoon gimmicky leuk. Dat, ja. je, dat heb je wel. Ja, lachen, leuke gimmick, maar het is gewoon. Het, heeft, het biedt geen wezenlijke toevoeging game-ervaring. Je, je zit met die bril op je kop, met koptelefoons op je bank, ja. als een soort zombie, weet je. Ik bedoel, het is gewoon helemaal niet leuk. Nee. En uh, los van dat je er misselijk van wordt, dat de kwaliteit te kut voor woorden is. Ja. Uh, pff, whatever, man. En dan heb ik ook nog eens... Ze hebben toch die, die Oculus Rift? Uh, ja, ja. Daar hebben ze gekocht. Nou, daar komt een nieuwe Oculus Rift uit, zag ik. Peperduur. 1.600 dollar! Zijn ze ja, ja, ja. helemaal fucking van de ja. pot gerukt, man. Ja. 1.600 dollar voor die onzin. En dat... Uh, um, ja, weet je, dan, dan ik heb ik, ik gewoon zoiets ik, ja. ik denk ook dat echt serieus daar... Dat uh, was, was een gast bij NBC ook. Dat is dan zo'n... Uh, ja, die hebben ook van die zakelijke programma's. En dit is dan zo'n zo man bij uh, beroemd. Ik ken zijn naam niet meer hoor. Maar die dan voorspelt altijd van wat, wat, wat moet je kopen, wat moet je niet kopen. En die was dus, had dus gezegd van oké, okay, meter gaat nooit meer lager dan dit. Dit is het moment om te kopen. Yeah, yeah. En toen twee dagen later was hij er weer. En toen is hij een huilen uit. Nee, dat was Jim Kramer. Ik heb ja, het gezien precies. op CNBC. Ja, hij hij is, is, van, ja, ieder, maar hij, dat is een grap. Want iedere ieder als hij zegt van hij iets, dit is de top. Ja. Het gaat alles gaat Wow, weet je of dan gaat het nog hoger. Nee, het ik kan altijd... me voorstellen dat het fucking moet. En hetzelfde geldt ook natuurlijk een beetje met als je voor Elon Musk werkt. Die man die gaat van links naar rechts, van voor naar achter. En daar ben je dan manager. En, en, en er komt niks binnen. Want je kan zeggen wat je wil, waarschijnlijk tegen die Zuckerberg. Maar, maar het Musk je kunt die twee niet met elkaar vergelijken. Ik bedoel, Musk is, is doet van alles. Die is naar Mars aan het vliegen. Nee, ik bedoel, ik. het is ook allemaal bullshit. Maar, ja, ja. maar het is in ieder geval divers. Weet je tunnels ja. graven in Californië. Nou, Mars vliegen, uh, internet met die, sat die satelliet internet shit. Ja, 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 ja. Dat is echt wel interessant. Ja. En. Um... Ja, wat doet uh, Meta? Helemaal echt geen ene moer. Nou Omdat, ja, misschien uh, zit er in zijn hoofd iets wat hij wat wil, maar we weten het allemaal niet. Nou, in ieder geval... Uh, van mij, ik moet je eerlijk zeggen, uh, liever uh, 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 gisteren dan vandaag gaat dit bedrijf failliet. <laughs> ik, vind, ik, vind ik vind Facebook, vind ik een, uh, uh, dat, dat is een vloek, serieus. Ik vind het echt een vloek. Ja, nou, ik, ik zit er eigenlijk nooit op. Uh, nee, maar je hebt Instagram, Instagram WhatsApp, en... weet je. Ja, joh, nee, al die dingen, wat, weet je. Ja. Het is gewoon onderdeel van Meta, ja. Modern Warfare 2 is uit. Ik heb er dit weekend alweer een aardig wat potjes uh, al doorheen gejaagd. Maar er zijn wel een aantal dingen met deze game aan de hand. Um, een van die dingen is. Um, ja, dit, ja, dit is dus. Als je de, de disc koopt, ouderwets, in de winkel. En uh, wij hadden het er in het einde van de week vrijdag over. Vroegen wij nog even, wie koopt er nou nog een disc in de winkel? Ik denk dat 90% van de chat zei, dat doe ik gewoon. Ik wil een doosje hebben. Okay. Um, ik kan hem nog verkopen daarna. Het is nog wat waard. Ja. Um, etcetera, etcetera. Nou, en nou blijkt dus, die disc uh, van uh, Call of Duty Modern Warfare 2. Daar staat 70, 72 MB aan data op. <laughs> en de rest dat download je gewoon. En het is een fucking download, man. Ik ben, ja. serieus, ik, ik had twee <laughs> dagen gedaan. Ik heb, ik heb een ontzettend kutte Ziggo-verbinding thuis. Okay. Echt niet te doen. En um, uh, ik ben twee dagen bezig geweest game te downloaden. Om volgens een update te moeten downloaden opnieuw van 70 gig. Ja. Dus ik heb in totaal volgens mij twee keer 69 gig gedownload. Uh, uh, van uh, Call of Duty. Dat vind ik ook zoiets, weet je. De update is niet het stukje wat geüpdatet moet De update is gewoon nog een keer de hele game. Oké. Okay. En ik, ik had gewoon zoiets van ah, de klootzakken, weet je. Dat is gewoon, uh, <laughs> ja, het is, die is natuurlijk dat... gewoon gestapeld op gestapeld. Hè? Dat is dat bekende probleem van de oude, de oude shit zit er allemaal nog in. Dus het wordt steeds die pakket wordt steeds groter en groter. Nee, het is niet, ik vind het niet grappig meer, weet je. Nee, ik het fucking, nee dat is maar goed, dan kun je het in de, in de review gegaan. over hebben. Dit is natuurlijk wel, heel veel mensen zeiden van waarom doen ze dit dan eigenlijk nog? Het heeft er alles mee te maken um, dat die retail nog steeds dus belangrijk is. Kijk maar, uh, de chat gaf toch aan dat de meerderheid hem in de winkel uh, wil kopen. Ja. Uh, het vertrouwen in online is nog niet groot. Het is ook duurder online. Een winkel kan namelijk stunten en dat doen ze ook. Uh, maar dan krijg je dit soort shit. Al heel snel uh, verscheen het bericht dat IE zou gaan stoppen met fysieke games verkopen in du de Duitse territoria. Dus Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland. Hm. Binnen no time zei IE al van dat is bullshit. Dat is ook bullshit. Er komt wel een keer een moment dat die switch wordt omgezet. Maar één partij moet daarmee beginnen en nou. niemand durft dat op dit moment eigenlijk. Nog. Nee, want uh, het stond wat mensen vergeten is dat die winkels ook een marketingtool zijn. Ook Ik vind het gewoon nog altijd. Oké, okay, ik ben misschien niet de doelgroep. Ik ben er te de auto. Ik weet niet. Maar als ik gewoon een mediamarkt binnenloop, vind ik het gewoon hartstikke leuk om even over die gamesafdeling te Om ja, ja, te ja. kijken. Oh, wat staat er in de top 10? Wat hebben ze allemaal liggen? Zijn er aanbiedingen? Ja. Weet ik veel? Ik wil, ik koop nooit wat, maar ik vind het gewoon <laughs> tof om te zien wat er is. Ja. Weet je? En dat. Uh, Um, ja, dat, ik, ik kan me gewoon voorstellen, als dat weg is, dan, dan verdwijnen die videogames ja. ook uit het straatbeeld. Maar feitelijk krijg je dus binnenkort het moment dat je je doosje opent, dat er gewoon een briefje in zit met een code. Want dat is eigenlijk. Wat ja. Je hebt uh, maar goed bizar. Dan was er ook nog iets leuks. Uh, en dat zijn al heel klein beetje CME, natuurlijk. Het, het, de hele tijd die strijd van uh, we kunnen Call of Duty niet missen, uh, want dan gaat PlayStation helemaal naar de kloten. En ondertussen heeft PlayStation dus allerlei exclusieve deals. Uh, ook met um, Call of Duty, daar zitten allemaal. En dat is de komende paar jaar. Hebben ze nog dat contract allemaal een leveltje hier en dan wat wapens daar en dubbel XP en weet ik allemaal wat. Maar iets, en dat vond ik ook wel bizar, um, je kunt dus uh, crossplay uitzetten op de Playstation. Dus als Playstation-bezitters iets hebt van hey, die fucking PC, je hebt mij te gewoon... kan je het uitzetten. Kan op de Xbox ook toch? Nee. Nee? nee. Xbox en PC kun je dat dus niet uitzetten. Op, in Warzone kon het wel. Dan kon ja, ik gewoon maar, zeggen van, maar ik dat heeft weggen. Playstation dus blijkbaar weer bedongen dat dat dus niet meer kan. Maar dat, waarom je dat wil, is omdat je dezelfde ervaring wil hebben. Nee, exact, maar... Blijkbaar kan dat dus niet. Als jij, want dat had ik ook gewoon van in Xbox. Van, hey, dan, ik speel liever alleen ja. maar tegen console mensen vanwege dat muis-toetsenbord-verschil. Uh, ja. Kan je dus niet uitzetten. Playstation wel, die hebben dat blijkbaar in contractueel afgedrongen. Nou, het zijn van die kleine dingen uh, waarvan veel mensen zeggen: dit zijn van die kleine dingetjes die Microsoft allemaal kan gaan gebruiken. Van hé, hey, jij wilt toch voor de gamer opkomen, maar ondertussen doe je dit. Dus dat ja. is eigenlijk het enige wat ik hiermee wil zeggen. En uh, de review, inmiddels heb je die volgens mij al gezien, anders komt die vrij snel. Tot kort, heel kort even nog. Waarom heb jij geen koptelefoon op? Dat, dat, dat zegt hij nu. Inderdaad, ik heb gewoon geen koptelefoon op. Volgens nou ja, mij heb ik jouw koptelefoon op, man. Kijk, naar hier. We gaan nu alsnog even een koptelefoon oh, op. Ik, opeens, want ik zit ja. mijn ding harder en zachter te draaien. Ik hoor niks. Op een gegeven moment <laughs> van, maar jij heeft helemaal geen koptelefoon op. Ik heb een koptelefoon inderdaad niet ja. op. Um, oh, dat is wel lekker warm. <laughs> um, ja, de Callista Protocol. Ik heb de game even uh, 20 minuten mogen bekijken online. Ik vindt het veelbelovend. Survival Horror ziet er tof uit, dus het kan best wel eens erg leuk geworden. Nu is die dus in Japan verboden, omdat um, hij is inderdaad wel echt knettergory. Het is echt snoeihard. Nou, Japan heeft daar best wel regels voor. En de makers van deze game, um, die hebben gewoon gezegd, nou ja, dan maar niet. Dan, ja. uh, die willen niet groen bloed of uh, aange aangepaste shit hebben, uh, dan verkopen we maar niet in Japan. Vind je dat goed dat zo'n developer of zeg je van dom? Want dan had je nog een paar honderdduizend kunnen verkopen. Daar. Nou, Ik vind die regels een beetje stomzinnig. Mensen dat moeten zichzelf kunnen bepalen ja. dat ze wel niet kopen. En ik zweer het je dat elke Japanner die dit wil spelen, gewoon die game gaat spelen. Omdat ze gewoon een VPN zetten. Zeggen ze weet ik veel, whatever. Weet je dat, dat moet gewoon kunnen. Ja, dus uh, nee, ik, ik snap ook dat zo'n developer zegt van nou, dan doe je het toch niet lekker belangrijk. Want weet je, de mensen die het willen spelen, doen dat toch wel. Dus ah, oké, okay. ja, nee, ik maak me niet echt zorgen over. Ik vind, ik vind het een beetje ouderwets vroeger had je dat in Duitsland ook heel erg. Ja, en het werkt ook. Gemeter, weet je? Ik bedoel, dat was de, de Oostenrijkse game shops nee, ja. die verkochten gewoon aan alle Duitsers. Ja, uh, zet er 18 plus op, weet je? Ik bedoel, dan, dan is het probleem. Dan ben je klaar. Ja. Van, dan ben ik klaar, weet je? Want, ja. want, want volgens mij die hentai shit uh, die ik dan behoorlijk weert en gestoord vind. dat Daarom, kan dan als wel. Als je een octopus in je kut wil, dan kan het wel, weet ja. je? Maar dit dit mag niet. Nee, nee Ik nee. weet het niet. Nou nee, nee, goed. Hey, um, volgende week hebben we natuurlijk gewoon weer een nieuwe piepshow. Yes.